Een kerk in Barneveld ontving vandaag tegen het advies van de minister in ruim 1000 kerkgangers. Die verdeeld over de dag met honderden tegelijk een dienst konden volgen. Goedenavond en verder. Zorgen bij winkeliers om het schrappen van de koopzondag als mogelijk nieuwe coronamaatregel. De extra openstelling van de winkels is juist nu broodnodig. Als we even over de koek, is het 1/5 van mijn omzet op zondag. Dus dat is wel echt een hele belangrijke dag die zou wegvallen. De Veluwse natuur is kwetsbaar en daarom wordt het gebied opgedeeld in recreatiezones. Als we rust weten te creëren in het gebied en daarmee ook het broedsucces vergroten, dan is de kans dat ze soorten wellicht ook terug gaan keren. Minister Grapperhaus gaf eerder het dringende advies aan kerken om kerkdiensten voor maximaal 30 mensen te organiseren. Gereformeerde gemeente Barneveld Centrum gaf vandaag 3 kerkdiensten die per keer door honderden mensen tegelijk te bezoeken waren. En volgens een woordvoerder van de gereformeerde gemeente na overleg met de gemeente Barneveld. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen zomaar binnenkomen, ergens gaan zitten en dat er rommeltje wordt. Het is echt heel keurig netjes begeleid. En dat hebben we ook besproken met teamleider veiligheid van de gemeente Barneveld. En die staat er ook achter dat het op deze manier gebeurt. De gemeente zegt dat er overleg is geweest en dat kleine en grote kerkgemeenschappen niet met elkaar te vergelijken zijn. Zij zeggen dat grote kerkgemeenten in het dorp een strak protocol hebben, waardoor er verantwoord met de regels wordt omgegaan. Nou, we hebben natuurlijk best een hele grote kerk hier, waar we gelukkig wat meer mogelijkheden hebben dan een kleine kerk. En ik denk dat er wel maatwerk mogelijk is binnen deze grote kerk. En dat er ook kerken zijn waar het gewoon met 30 mensen echt vol is. Met de huidige maatregelen die getroffen moeten worden. We snappen heus de ernst van de situatie. En daar gaan we ook zover mogelijk in mee. De hervormde gemeente in hetzelfde dorp heeft plaats voor meer dan 1100 mensen. Zij houden zich aan het dringende advies van 30 kerkgangers per dienst. Ze oordelen niet over gemeenten die dat niet doen. Eerlijk gezegd is dat elk zijn eigen verantwoordelijkheid. En wat ik ervan teruggehoord heb, is dat mensen daar best integer omgegaan zijn met de maatregelen. Alleen het wordt heel snel in een verkeerd daglicht geplaatst. En dat vinden we eigenlijk heel jammer voor onze broeders daar. Dat neemt niet weg dat het wel pijn doet. En dat het ons werkelijk aangrijpt dat we op deze morgen niet met in deze kerk 220 mensen samen kunnen komen en het avondmaal kunnen vieren. Want dat was de bedoeling. En we zijn weer teruggeschaald naar 30 mensen. En helaas is dat wel echt een pijn die we ervaren rondom toch de uitbraak van het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is ook vandaag weer gestegen. De afgelopen 24 uur kwamen er landelijk bijna 6400 meldingen bij. Besmettingen gaat het over. Ook in Gelderland was er weer sprake van een toename. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 590 en dit waren er gisteren nog 643. Dinsdag dan komen er hoogstwaarschijnlijk strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een van de plannen is om de koopzondag en avond te schrappen. En dat zorgt voor bezorgdheid bij winkeliers. Koopzondag in het centrum van Arnhem. Veel mensen zijn in de stad om te winkelen. Vanaf volgende week zou dat wel eens voorbij kunnen zijn. Oh nee. Zou je er daarvan vinden? Ja, ik denk zelf dat het niet heel veel uit zou maken. Want ik denk dat de drukte op zaterdag even groot is als de drukte op zondag. Dus ja, of je dan het hele weekend moet schrappen of gewoon niks. En hoewel het allemaal nog niet zeker is, maken de winkeliers zich wel zorgen om het plan. Ik vind niet dat hij weg moet. Want ik denk dat we vooral moeten zorgen voor verruiming van openingstijden. Want anders komt iedereen op zaterdagmiddag of op zaterdag of op allerlei tijden. We willen juist minder drukte in die winkelstraat of minder druk op die winkels op tijden dat mensen vrij zijn. Dus het lijkt me heel onverstandig om die koopzondag af te schaffen in deze coronatijd. Koopzondag eruit? Ja. Nou ja, als je hier rondkijkt is het op zich niet zo'n heel slecht idee, denk ik. Want het is wel behoorlijk druk. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze dat doorheen drukken, ja. Als we even over de koek, is het 1/5 van mijn omzet op zondag. Dus dat is wel echt een hele belangrijke dag die zou wegvallen. Komt niet zomaar op een andere dag terug? Nee, dat komt zeker niet meer. En zeker niet in deze covid-tijd. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld. Dus extra moeilijk om nog je omzet bij elkaar te harken. Gaat de Veluwe aan zijn eigen succes ten onder? De natuurgebieden die trekken zoveel wandelaars en andere recreanten dat de natuur er zwaar onder te lijden heeft. Samen met andere organisaties werkt de provincie Gelderland aan een plan.
Recreatiezonering. Het moet ervoor zorgen dat we met z'n allen van de Veluwe kunnen blijven genieten, terwijl de meest kwetsbare natuur beter beschermd wordt. In de plannen wordt de Veluwe verdeeld in 4 verschillende zones. We staan hier nu op het Leeste, dat is oranje en dat zijn echt de meest intensief gebruikte gebieden waar vaak bezoekerscentra of parkeerplaatsen liggen. En uiteindelijk heb je ook gebieden die rust krijgen bijvoorbeeld in het broedseizoen en ook deels worden afgesloten. En dat zijn dan de donkergroene of paarse gebieden. Zo heb je dus gebieden waar meer recreatie kan zijn en gebieden waar de natuurwaarde straks voorop staat. In natuurgebied de Sieselt bij Ede zorgt de drukte voor problemen. Dan zie je ook dat verschillende gebruikersgroepen elkaar in de weg gaan zitten. Denk daar bijvoorbeeld aan mountainbikers en honden of loslopende honden. Daarmee zie je wel meteen ook het probleem dat te veel mensen met elkaar in aanvaring komen, letterlijk en figuurlijk. En behalve dat houdt lang niet iedereen zich aan de regels. We zien veel bezoekers die opeens uit een rustgebied komen zetten. Het wild wordt opgejaagd. Dat kan door mensen zijn, maar dat kan ook door loslopende honden zijn. Toch blijft dit gebied ook in de toekomst toegankelijk voor recreanten. Delen van het veel kwetsbaardere Kootwijken Zand gaan straks in het broedseizoen wel op slot. Dat is nodig om vogels beter te beschermen. Ik noem de nachtzwaluw, de boomleeuwrik, maar ook de tapuit die niet meer als broedvogel aanwezig is. Maar als we rust weten te creëren in dit gebied en daarmee ook het broedsucces vergroten, dan is de kans dat ze soorten wellicht ook terug gaan keren. Dus ja, dat is echt wel een bijzondere ontwikkeling en iets wat mensen gaan merken in dit gebied straks. De populaire uitkijktoren blijft wel gewoon het hele jaar open. De eerste maatregelen worden in de loop van volgend jaar verwacht. Theatermuziekstuk Op het Puin is nieuw leven ingeblazen in Muses in Arnhem. Het theaterstuk werd net na de oorlog voor het laatst op het puin van de verwoeste Eusebiuskerk uitgevoerd. Consternatie bij een viaduct aan de Neerbosseweg vanmiddag in Nijmegen. De omgeving was urenlang afgezet omdat er een explosief zou liggen. Maar het bleek uiteindelijk iets minder heftig. De explosieve opruimingsdienst stelde vast dat het om een brandbare stof ging in combinatie met vuurwerk. Het materiaal werd ter plaatse onschadelijk gemaakt, waarna de omgeving weer werd vrijgegeven. Vitesse-speler Danilo Doku heeft gisteravond per direct het trainingskamp van Jong Oranje verlaten, omdat hij positief is getest op corona. Doekie bereidde zich met Oranje voor op een interland tegen Jong Cyprus. Hij heeft geen klachten, maar gaat volgens de RIVM-richtlijn minimaal 72 uur in quarantaine. Ook de bondscoach van Jong Oranje, Erwin van der Looy uit Huissen, is positief getest en is naar huis gegaan. Onder het viaduct van de A12 in Ede werd afgelopen nacht een illegaal feest voorbereid. Jongeren hadden in het tunneltje aan de Weide Veldweg grote speakers neergezet. Toen het feest op het punt stond om te beginnen, greep de politie in. Omdat het feest nog niet aan de gang was, zijn er geen boetes uitgedeeld en is de apparatuur niet in beslag genomen. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem die roept op om aangifte te doen als je via social media wordt bedreigd of uitgescholden omdat je een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur. Hij doet de oproep naar aanleiding van een onderzoek van de NOS, waaruit blijkt dat vooral jonge vrouwen hier vaak het slachtoffer zijn. Ze worden te schande gemaakt voor hun omgeving om te laten zien dat ze een relatie hebben die niet hoort. Er wordt vaak geen aangifte gedaan en Marcouch laat weten dat hij desnoods zelf meegaat als die aangifte maar wordt gedaan. Samen stilstaan bij wat er allemaal gebeurt in deze coronatijd en elkaar steunen. Dat is de opzet van de landelijke actie Aandacht voor elkaar. In Tiel worden daarvoor de klokken van de Sint Maartenstoren ingezet. In de stille coronatijd bloeit de rol van de stadsbijaardier op. Bijaardiers zijn eigenlijk de enige muzikanten die nog gewoon kunnen spelen. Ik zit boven de toren in mijn eentje en ik heb wel een heel groot bereik, dus ik kan heel veel mensen die kunnen het horen. En dat is precies waarom de gemeente Tiel het carillon inschakelt. Muziek is toch wel heel verbindend en troostend. En daarom vonden wij het een mooi idee om in het kader van deze landelijke actie de bijaardconcert te laten geven. Ruitenbeek stamt zijn repertoire sowieso af op de stemming in de stad. Nu is ook You'll Never Walk Alone door iemand aangevraagd. Maar die heb ik ook in Maartelis gespeeld. Zeg maar. Dat soort steunliederen vinden mensen ook mooi om te horen. De burgemeester gaat de komende tijd ook op pad om stadgenoten te steunen. Zo staan er gesprekken met jongeren gepland. Ja, ik heb kinderen zelf in de leeftijd die aan het studeren zijn. En ik
hoor zelf aan de keukentafel ook al die gesprekken en dilemma's. En nou ja, ik vind het ook heel goed om met jongeren in de stad te bespreken. De Beierdier geniet stiekem wel een beetje van deze tijd. Dat is dan wel heel mooi dat je dan als stadsbeier die zo toch een beetje wat troost kunt brengen in de stad. Of wat sfeer of wat leven. Of, ja, dus dat is wel een hele mooie tijd eigenlijk voor als bijen die er zijn. De bodem van de spaarpot komt voor sommige Gelderse dorps- en buurthuizen in zicht. Dorpshuizen worden net als vele andere organisaties en bedrijven zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu het aantal besmettingen toeneemt en de coronamaatregelen zijn aangescherpt, is er weer een onzekere tijd aangebroken. Ook voor het dorpshuis in Varsevelder, Veldhunte. De dorpshuizen lopen inkomsten mis en teren in op hun spaargeld. Ook Joris ten Haven, voorzitter van dorpshuis Vassel de Veldhunte, ziet weer een terugslag in het aantal activiteiten. Carnaval, waar nu van bekend is geworden dat aankomend jaar ook niet plaats zal vinden. Een toneelvoorstelling die uitgevallen is, fanfareconcerten. Dat zijn de grote dingen die je natuurlijk voorlopig nu eerst merkt, maar ook gewoon ontmoetingsmomenten in het algemeen. Ja, die zijn wel gemist, denk ik, voor een heleboel mensen. In Vasselder is het dorpshuis ook de sportkantine. En dat betekent dat sporters na afloop van de wedstrijd daar niet terecht kunnen, maar activiteiten wel gewoon doorgaan. We zijn wel een dorpshuis, dus het kan ook zijn dat hier bijvoorbeeld een dartclub is of dat een fanfare hier moet zijn. Dan is het dorpshuis wel gewoon open. Om de functie te vervullen die we hebben, de huiskamer van het dorp te zijn en de plek waar alle verenigingen zich gehuisvest hebben. Het dorpshuis is ook bezig met een aanbouw om het voor de toekomst leefbaar te houden. Door subsidies die voor de coronacrisis zijn afgegeven, kan deze aanbouw gewoon doorgaan. We houden iedere maand bij hoe we er financieel voor staan. Dus we gaan geen onnodige risico's nemen. Maar we hopen wel dat we het succesvol af kunnen ronden. De provincie is van plan om extra geld uit te trekken voor dorpshuizen, omdat zij juist in coronatijd een belangrijke functie hebben. Ik als voorzitter zie toch echt wel dat op het moment dat mensen hier weer naartoe kunnen gaan, dat ze ook heel blij zijn. Uiteraard zijn er ook mensen die huiverig zijn, begrijp ik ook. Zeker als je in een risicogroep zit. En wij doen ook alles eraan om onze vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. En elke bezoeker uiteraard ook. Zometeen na het nieuws kunt u kijken naar de aftrap van Dorpshuis van het jaar 2020. Dat is een verkiezing van Omroep Gelderland. Een bijzonder theatermuziekstuk gistermiddag in Theater Muzes in Arnhem. Daar werd Op het puin uitgevoerd. Het stuk werd in 1946 voor het eerst en het laatst uitgevoerd op het puin van de Eusebiuskerk, nadat hij door de oorlog was verwoest. Omdat lange tijd de muziek en tekststukken kwijt waren, verdween het stuk in de vergetelheid. Maar nu die weer gevonden zijn, is het toneelstuk weer nieuw leven ingeblazen. Met twee lege stoeltjes ertussen stroomde het Muzes vol. De show is in aangepaste vorm opgevoerd. 700 mensen destijds de veerkracht hadden om mee te spelen in dit theaterspektakel. Arnhem, de parel van de Veluwezoom. Dit zijn de weinige foto's van de voorstelling toen. 16.000 bezoekers kwamen toen op de voorstellingen af, waaronder prinses Juliana. Na de voorstellingen raakte het bladmuziek kwijt. Een paar jaar terug dachten wij van 75 jaar herdenking van de Slag om Arnhem. Misschien is het een idee om hier eens naar te gaan zoeken. En toen ben ik uitgebreid gaan zoeken. En er zat geen titelblad omheen. En iemand heeft het toen op een gegeven moment opgezet op het puin met een vraagteken. Maar nu kunnen we daar dus een uitroepteken van maken. Je moet je voorstellen dat een enorme groep mensen daar rond die Eusebiuskerk heeft gestaan. En daar is dat stuk uitgevoerd in de open lucht. Met een veel groter ensemble natuurlijk dan nu. Dus ik vond het wel indrukwekkend. En zo zijn er nog een aantal mensen in de zaal die zich dat nog goed kunnen herinneren. Ja, dat raakt me. Ik heb er aan meegedaan. Ik zat bij die jongeren, 11 jaar. Zeg maar. En die muziek die voordat dit kwam, wist ik het nog precies te herinneren. Ik kon het zelfs zingen, voor zover ik zingen kan. De dochter van de schrijfster was er op de avond dat Juliana er was. Toen het werd opgevoerd, dat was in 1946, toen was ik net 8. Juliana was er toen, die was nog prinses. En ze was op kaplaarzen, dat weet ik ook nog. Juliana dan, hè? Van mijn moeder weet ik dat niet meer. Op bevrijdingsdag 2021 gaat het stuk in een nieuw jasje opnieuw opgevoerd worden rondom de Eusebiuskerk.
Dan nog het weer. Het is regenboogweer deze dagen. Wat zon, wolken en soms een bui, zoals hier in Wapenveld. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De minima liggen vannacht rond zo'n 6 graden. En morgen is er af en toe zon en kan er lokaal ook nog een bui vallen. De wind die waait uit het westen en is overwegend matig. In de middag wordt het een graad of 14. En dan kijken we nog even vooruit. Dinsdag dan blijft het zo goed als overal droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan zo'n 14 graden. Vanaf woensdag waait de wind uit het noordoosten en pakt de temperatuur een paar graden lager uit. Donderdag is er nog kans op wat regen. En de andere dagen blijft het droog en is er soms wat zon. Tot zover deze uitzending. Het is vandaag Coming Out Day. Er is wereldwijd stilgestaan bij LHBTI'ers. In Nunspeet wordt andersgeaardheid nog altijd niet goed geaccepteerd. Zo blijkt uit het verhaal van de 19-jarige Sal Winterman op onze site gld.nl. Mooie avond verder.